Hij is door en door goed. Altijd? Altijd? Amen. Het is een vraag. Altijd? Altijd? Altijd. Hij is altijd door en door goed. Ja? Inmiddels zitten jullie al. En zoals jullie weten verwacht ik een antwoord elke keer als ik een vraag stel. Dat is zo leuk aan Cody, hè? Als je haar op het podium hebt. Dan wil ze graag iets terug horen. We zijn een maand begonnen van dankbaarheid. En het is zo gaaf aan het eind van het jaar terug te kijken. Wat heeft er hier eigenlijk gedaan? En ik denk dat het te veel is om op te noemen, maar we gaan het wel proberen. En ieder voor zijn eigen leven, ook thuis, ook hier in de gemeente. Het is goed om te kijken, wat heeft er hier gedaan voor mij, in mij? Wat heeft er hier gedaan in onze gemeente? En jullie weten dat ik inmiddels heel erg van getuigenissen houd. Heb je een getuigenis? Laat het, stuur het op, laat het weten. We hebben een hele mooie getuigenis van Eliane. Even zwaaien, dan weten mensen wie... Eliane is pas geleden gedoopt hier in Rotterdam, laatste doopdienst. Samen met andere goede vrienden van haar. Die ook een getuigenis hebben, waar we ook van wachten dat we iets terugkrijgen. Geen druk. Maar luister, ongeveer 3 weken geleden, zegt ze, maakte ik de keus om het samen met God aan te gaan zonder de antidepressiva. Mijn behandelaar hadden hun twijfels, maar vanuit mijn overtuiging wilden ze mij graag de kans geven. Ik heb moeilijke dagen gehad, ik worstelde heel erg, maar heb geen moment getwijfeld aan wat God ging doen. Voor de eerste keer wist ik en geloofde ik echt, dit gaat Hij doen. En daar putte ik kracht uit. En Hij heeft het gedaan. Na een lastige week ben ik sinds vorige week maandag, als ik het goed heb, vrij van afkikverschijnselen en heb ik er helemaal geen één meer gehad. Ik slaap nog beter dan daarvoor en heb energie voor leuke dingen. Ik heb de week van mijn leven gehad. Ik voelde een bovennatuurlijke kracht. Ik ben blij dat ik deze ervaring met jullie mag delen, want dat laat zien dat God weer heeft laten zien dat niks voor hem onmogelijk is. Mijn behandelaar heeft een week geleden antidepressiva helemaal van mijn medicatielijst afgehaald. En haar woorden waren, ik heb deze week iets gezien waar ik mijn vinger niet op kan leggen. En dat was voor mij nog een keer de bevestiging dat hij iets weer had gedaan wat anderen niet kunnen bevatten. En weet je wat gaaf is? Ik weet dat er meer mensen zijn die bijvoorbeeld hiermee voorstellen. Ik denk dat Eliana, nou dat zet ik je echt op onder spot. Maar als iemand zoiets heeft meegemaakt, dan is die echt vol geloof daarvoor. Ik zou zeggen, gebruik haar daarvoor. Heb je gebed daarvoor nodig? Ze denkt, oh help. Iemand kan naast je staan, geen probleem. Heb je gebed daarvoor nodig? Dezelfde hier, wat in haar deze grote dingen heeft gedaan, is ook jouw God. Ik had zo sterk deze week dezelfde geest wond in ons allemaal. Ja, misschien ziet het anders uit hoe dat zich uit. In je bediening of waar je ook staat, wat je nodig hebt. Maar het is dezelfde geest die Jezus uit de dood heeft gebracht. Die sterke geest woont ook in jou. Ja. Toch? Ja. Laten we gewoon samen zeggen, onze God is goed. All the time. We gaan ook Engels tussendoor, dat zijn jullie inmiddels gewend. Heb jij ook gedaan, hè? Als Denise het mag, dan mag ik het ook. Yes. En weet je, het is allemaal ook echt gebeurd aan het kruis. 2000 jaar geleden. Ik kom net echt vers uit Israël, vrijdagavond geland. Ik ben er helemaal vol van. Dat gaan jullie ook merken in de foto's die ik straks ga delen. Het was een ongelofelijke week. Het was echt heel bijzonder. We zijn met een groep uit Zuid-Afrika geweest eigenlijk. Mijn man heeft het geleid en ik mocht gewoon mee. Zonder iets te doen, alleen te zijn en te ontvangen. Dus ik stroom een beetje over. Heerlijk.
Onze reis in Israël, net als, ik weet niet hoeveel van jullie zijn al in Israël geweest, een keertje, twee keer, drie keer. Zo, gaaf. Ik zou zeggen, ben je nog niet geweest? Februari hebben we een nieuwe reis. Echt de moeite waard. Je gaat de Bijbel op zo'n andere manier beleven. Niet normaal. Echt, ik heb geen woorden voor. Maar onze reis begon en uiteindelijk zijn we van Galilea, die bovenop is. Mag eerst de foto? Ja, volgende. Even een plaatje. Het helpt mij altijd om het boven, vanuit boven te kijken. Waar zijn we? Wat doen we? Waar gaan we naartoe? En dit is echt een foto voor rivier Jordaan. En waarom? Die komt vanuit Mount Hermon, heet dat. Het is een berg. Daar komt het vandaan. En dan gaat die in de Sea of Galilee, of meer van Galilea. En dan gaat die doorstromen helemaal beneden naar de Dode Zee. En daar stopt het. Nou, ik denk in deze gemeente ben je hier al een tijdje geweest. Je weet het, we hebben 100.000 keer gezegd, hij gaat niet verder. En serieus, het is mijn frustratie zo lang geweest. Mensen kunnen zoveel dingen doen. Waarom maak je niet gewoon een rivier die eruit stroomt? Of ben ik de enige die dat heeft zich afgevraagd? Ja, ben ik het enige? Echt serieus. Heeft niemand zich afgevraagd waarom maken ze niet een rivier die doorstroomt? Want dan komt er leven in. Nee? Nou ja. Oké, nou, ik neem het niet persoonlijk, geef niks. Ik heb gewoon mijn vragen, maar willen jullie het antwoord weten? Nou, dus jullie hebben wel die vraag. Boefjes zijn jullie. Nou, het kan dus niet, omdat de Dode Zee het laagste punt op aarde is. 430 meter onder de zeespiegel. Nou, wij Nederland, we zijn best trots. Tenminste, nou ja, ik ben geen Nederlander, dus ik moet ook niet voor een Nederlander spreken. Maar we zijn al onder de zeespiegel, 6 meter. Nou, dat is al wat. Want je denkt elke keer, woe, gaat het goed? 430 meter onder de zeespiegel, dat is toch bizar? Maar er is geen lagere punt. Nou, als je op die punt bent met de zee, met de meer, dan kan geen uitgaande rivier zijn, want waar moet die naar heen stromen? Want die kan niet omhoog stromen, hij moet omlaag stromen. Ah, zeggen jullie dan. Dus jullie hadden wel die vraag, zie je wel. Geef niks. Het kan niet lager stromen, omdat er geen andere punt is. Dit is de laagste punt van ten aarde. Dus ik met die vraag, ik zei elke keer, ik ben zo blij met mijn man. Die weet echt best veel. Dus elke keer in de bus, gids heeft van alles uitgelegd. En ik had nog steeds vragen, want ik begreep het nog steeds niet. En dan, maar hoe zit het dan met dat? En, dus ik zou ook tegen hem, waarom maken ze niet gewoon een rivier die eruit gaat? Dan komt het meer leven in de Dode Zee. Nou, hij zei, dat kan niet. Het kan niet lager. Dus het is niet mijn antwoord, maar het was zijn antwoord. Oké. En toen dacht ik, man, wat nou als jij je persoonlijk bevindt op de laagste punt wat er is? Weet je, Jordaan, de rivier Jordaan, dat naam Jordaan staat eigenlijk voor een afdalende stroom. Je kan jezelf bevinden in je leven in een afdalende stroom die steeds maar lager gaat en lager en lager. En je bevindt jezelf nu in de Dode Zee, wat helemaal onder de zee, onder de grond ligt. Je denkt, ik lig aan de grond. Nou, ik kan ook lager. Zo laag dat die helemaal 430 meter laag is. We kunnen ons bevinden op zo'n plek. Toch? Toch? Ja, jullie moeten echt meedoen, jongens. Je kan op zo'n punt komen dat het afdaalt en helemaal in de put belandt. En dat voelt heel naar. Je ziet alleen maar echt serieus om de Dode Zee heen alleen maar droge bergen. Het is echt midden in de woestijn. Alleen maar droge bergen omheen. En weet je wat bizar is? En dan mag de volgende plaatje weer, Tim. Dit is wat er gebeurt om de Dode Zee heen. Ze noemen het sinkholes. Gaten. Het plotseling en echt heel veel. Plotseling. Bam. En gewoon een hele weg was afgesloten omdat het gewoon in elkaar gezakt was. Meters onder de grond. De zee wordt steeds kleiner. De Dode Zee wordt steeds kleiner, steeds droger.
En omdat water verdampt, blijft nog meer zout liggen, want die verdampt niet. En het is nog erger. En als het erin gaat, mag je 20 minuten blijven en dan echt alle sieraden, alles uit. Niet scheren van tevoren. Let the ones who have ears hear. 20 minuten, anders wordt het gewoon slecht voor je huid. En daarna moet je eruit. Maar je moet zo voorzichtig zijn, want je weet nooit wanneer het gaat zinken. Dat is, ik denk, weet je, je hebt periodes in je leven waar je denkt, nou, daar bevind ik me, in de Dode Zee. En je denkt, het kan echt niet erger en droger worden. En jawel, dan zinkt ineens de grond onder je, bam, grote gat. Dan val je nog lager. Je denkt, hoe dan? Weet je wat de neiging is als we op zo'n plek zitten? Om te klagen. Bij mij in ieder geval wel. Ja, iedereen heeft het beter. Moet je kijken hoe Stijn om me heen. Kijk, ik dacht het kan niet erger. En dan ben ik, er is weer wat gebeurd om me heen. Misschien om je heen, misschien niet onder je voeten. Maar om je heen, het weer bam op je. Want je kan niet meer door het gat heen. Het gaat maar door. En dan gaan we gewoon klagen. Hoe kan dat? Hier, waar bent u? Wat gebeurt er allemaal? Andere neiging is dat we daarin settelen. Kijk, het goede voor een dode zee is, want iedereen denkt de dode, nou ja, misschien niet iedereen, maar ik dacht ook de dode zee, dan heb je toch mooie producten van vrouwen, hè? Ook voor de mannen trouwens. Maar ja, dat kan je toch wel wat dingen van gebruiken. Ja, maar weet je wat het is? Ze gebruiken wel de mineralen daarvan en de zouten. En die zijn goed voor je huid, maar verder gaat het niet. Het stopt bij je huid. Grappig, hè? Het gaat niet naar je ziel. Dus ja, de appearance, dat kan wel even wat beter worden. Ik heb het geprobeerd. Nou, ik weet het niet of het echt werkt. Je kan settelen in die, nou ja, het is misschien wat het is. Prima, dan blijven we daar. Dan hebben we tenminste de mineralen daarvan. Dan kunnen we wel wat moois van maken en uiterlijk gebruiken. Maar het heeft niks te maken met vervulling voor je ziel. En de Heer heeft echt meer voor je. Maar wat is de oplossing? En de titel van mijn preek is, kom op. Zeg tegen elkaar, kom op. Je denkt, hè, kom op. Ja, zeg het, kom op. Zeg het tegen elkaar, kom op. Want dat is de oplossing. Psalm 121, vers 1. Ik sla mijn ogen. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heer, die hemel en de aarde heeft gemaakt. Wat, dit is echt, je leert zoveel als je in Israël bent. Het is de tweede psalm van ascending, noemen ze dat. Je hebt descending en ascending. Je gaat omlaag of je gaat omhoog. En David had ineens gewoon psalmen geschreven. En de eerste was 120 en dit is dus de tweede. Waar hij gewoon die ascending voelde, de omhoog gaan. En dan zegt hij, voel daar in de Dode Zee, ik sla mijn ogen op. Want daar komt mijn hulp vandaan. Wat bedoelt hij dan daarmee? Goeie vraag. Willen jullie weten? Cool. Volgende, Matteüs 20. Zie, zei Jezus, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en schrijfgeleerden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. En zij zullen hem overleveren aan de heidenen om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij opgewekt worden. Jezus zei tegen de discipelen, we gaan op naar Jeruzalem. Wat is er daar gebeurd in Jeruzalem? Waarom is hij naartoe gegaan? Alle lijden, wat je hier ziet in drie woorden, bespotten, geeselen, kruisigen, daar heeft hij meegemaakt. Bewust heeft hij gezegd, laten we omhoog gaan. Hoe kan je omhoog gaan om pijn te lijden? Dat is toch bizar? Denk even terug aan de Dode Zee. Weet je, even, Tim, wil jij alsjeblieft naar de rivier Jordaan weer gaan?
De volk van Israël, voordat ze beloofde land in zijn gegaan, waren aan de rechterkant. En van de woestijn gingen ze rivier over. En toen kwamen ze beloofde land in. Waar? Crossing Place. Zie je dat? Daar staat Crossing Place. Daar zijn ze dus naartoe gegaan. Ze hebben naar Jericho natuurlijk, dat verhaal kennen jullie misschien wel. Daar zijn ze overgegaan. Maar ze konden niet overgaan door de rivier of door de afdalende stroom. Weet je wat de Heer heeft gedaan? Die heeft een stop ingezet in de afdalende stroom. Jezus, voor jouw leven, heeft een stop gezegd, zodat jij het beloofde land in kan gaan. En de rivier is, staat in de Bijbel, de rivier is teruggeduwd door de Heer tot Adam. Waar het allemaal mis is gegaan in jouw leven. Waardoor het mis is gegaan in jouw leven. Daar heeft hij hem omhoog geduwd. En hij heeft een droge plek gemaakt voor jou om over te steken naar het beloofde land in. Dat afdalende rivier heeft hij een stop gezet. Hoe mooi, hè? En zo kan jij dus beloofde land in. Even terug naar Matteüs. Toen we in Jeruzalem waren, vorige week, een paar dagen geleden, gek genoeg. We zijn al die plekken doorgegaan waar Jezus eigenlijk heeft geleid. Het is indrukwekkend om dat zo dichtbij mee te maken. En wat ik even wil laten zien daarvan, want ik heb niet de tijd om alles door te nemen. Maar we kwamen op een gegeven moment in een dungeon, echt in een grot. En wij lekker de trap naar beneden om het mee te maken. Echt een kleine grot. We waren met een groep van 47. Nou, echt gewoon zo. En de gids zei bewust, allemaal naar beneden. Dat je kan maken, dat, hoe het voelt om strak tegen elkaar aan. En we hadden licht, maar toen was er geen licht. Het was donker, koud en was er geen trap. Ik denk, hè, was geen trap. Dat is dus de plek waar ze Jezus overnacht, in de nacht, dat geloven ze, dat ze Jezus daarin hebben gegooid om te wachten tot de volgende dag dat hij aan het kruis zou gaan. En echt heel bizar, ik heb daar geen foto van, maar het is een heel kleine grot met een gat boven in het plafond. En daar hebben ze gewoon hem met, nou ja, niet met ropes, maar met gewoon cloth, kledingstuk, gewoon linnen, naar beneden gedaald. En heeft hij een hele nacht alleen, in het donker, in het kou, heeft hij gewoon zitten wachten, wetend. De hele reis door Jeruzalem was voor mij één woord duidelijk. Wetend. Hij wist wat hij zou lijden. Hij wist wat er zou gebeuren. En toch heeft hij het gedaan. Uit liefde. Omdat hij wist, als ik dit doe, dan neem ik mijn hele kinderen, mijn kerk, mijn geliefden, neem ik mee. Zodat jij, als een stromende, laagstromende, afdalende, stromende rivier komt, dat jij op droog land naar het beloofde land kan gaan. Hij heeft het weggeduwd voor jou. Echt uit liefde. Het is toch ongelooflijk? En dan heb ik even uit Isaiah 53. Weet je wat leuk is? Doe je ogen even dicht terwijl ik dit lees. En neem het echt persoonlijk voor jouw situatie. Niemand wilde iets met hem te maken hebben. Hij werd door iedereen in de steek gelaten. Hij kende pijn en verdriet en ziekte. De mensen draaiden hun hoofd weg als ze hem zagen. We hebben geen enkel respect voor hem gehad. Hij heeft onze ziekte op zich genomen en onze pijn weggedragen. Hij heeft mishandeld vanwege onze ongehoorzaamheid aan God. Hij werd mishandeld. Hij werd geslagen omdat wij zoveel slechte dingen deden. Hij kreeg de straf, zodat wij vrede met God zouden kunnen hebben. Zijn lichaam werd stug geslagen met de zweep, zodat wij genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekte. Nadat hij zijn eigen leven heeft opgeofferd om ons te bevrijden van onze schuld, zal hij kinderen hebben.
En hij zal heel lang leven. Door hem. Door hem. Door Jezus zal de Heer zijn plannen kunnen uitvoeren. Door wat Jezus heeft gedaan, kan God zijn plannen uitvoeren in jouw leven. Van het diepe dal ga je omhoog, ga je op naar Jeruzalem, waar het lijden gebeurd is. Door dat plan, hoe kan je omhoog gaan, heb ik gezegd. Hoe kan je omhoog gaan en pijn lijden? Doordat wij omhoog gaan naar Jeruzalem, doordat wij zien wat daar gebeurd is, hef je ogen omhoog. Kijk naar Jezus, zeggen we. Hoe? Je gaat van het diepe dal. Je kijkt wat hij op de berg heeft gedaan voor jou. In dankbaarheid voor wat hij heeft gedaan. Dat is je weg omhoog. Want ja, hoe moet je dus een rivier krijgen vanuit de Dode Zee? Die moet hoger komen dan de rest. Toch? Als je je bevindt in een situatie waar je denkt, ik heb niks te geven. Ja, jullie willen van dat ik de Dream Team join. Hoe dan? Ik heb niks te geven. Dan moet je omhoog komen. En de weg omhoog naar Jeruzalem is zien wat Jezus heeft gedaan voor jou. Die leidersweg. Alles wat jij nodig hebt. Als God Jezus heeft gegeven, hoe zal hij niet met hem alle dingen schenken? Met hem. Waar? Wat hij heeft gedaan op de berg. Dat is de weg vanuit je dode zee omhoog te komen, zodat het weer kan stromen. Door hem, door zijn lijden heen. En dan wil ik nu eventjes een moment nemen om jullie aan te moedigen. Het hoeft niet nu per se, maar in de komende minuten. Als iets in je hoofd komt, deze keer gaan we de gebedskaart een beetje anders doen. Daarom mensen thuis, papier en pen heeft Sanne gezegd, pak het even erbij. Ik heb net een hele rij gelezen met dingen wat Jezus heeft meegemaakt. En ik weet dat wij bij, ik wil gebed vragen voor, ik weet dat we dat een hele lijst kunnen hebben. Maar wat nou als we het vandaag omdraaien? En we zeggen, waar jij gebed voor nodig hebt, zie wat Jezus heeft gedaan op de berg. Voor wat jij nodig hebt. Ik heb het natuurlijk net gelezen. Niemand wilde iets met hem te maken hebben. Dat je denkt, hé, dat herken ik uit mijn eigen leven. Er zijn mensen denken die, ik wil met jou niks te maken hebben. Dat heeft Jezus gedragen. Hij werd door iedereen een steek gelaten. Hij kende pijn, verdriet, ziekte. Worstel jij met een van deze dingen, en ik denk dat we allemaal iets hebben, de weg omhoog is om te zien wat Jezus heeft gedaan en daarvoor dankbaar te zijn. Echt waar. Het is geen geestelijk praatje. Het is echt waar. Door dankbaarheid kom je hoger. En als je zegt, ja, ik zie niks in mijn leven waar ik van dankbaar kan zijn. Prima. Maar je ziet wel in Jezus' leven wat hij heeft gedaan voor jouw situatie. En daar begint het. Dankbaar zijn voor wat hij heeft gedaan op de berg. Is het duidelijk? Ja? Ja, als jullie niet ja of nee zeggen, dan blijf ik het gewoon vertellen. Dus neem straks, ook terwijl ik verder praat, of tijdens de volgende lied, als we straks weer gaan zingen. Als je denkt, ik heb genezing nodig, dan zeg je, schrijf je op je kaart. Dank u Jezus, dat u voor mij, even kijken, wat stond er hier? Zijn lichaam werd stuk geslagen met de zweep, zodat wij genezing zouden kunnen krijgen voor onze ziekte. Wat jij nodig hebt, alles wat jij nodig hebt, is in Jezus. Dat is wat de Bijbel zegt. Maar hoe dan? Waar heeft hij dat aan het kruis gedragen? Waar heeft hij in zijn lijdensweg gedragen? En daar mag je dankbaar voor zijn. Het is door hem. Voor jou. En wat mij opgevallen was, toen wij in Jeruzalem
omhoog gingen, want wij gingen, yes, ook omhoog. De meeste ritjes hebben we met de bus gedaan. Ik vond het niet helemaal eerlijk. Ik denk, eigenlijk zou ik een keertje gewoon de hele reis gewoon in Jeruzalem willen lopen. Want ja, lekker makkelijk met de bus, maar dat heeft er hier niet gedaan. Maar de keer dat we wel lopend gingen, weet je wat we de volgende dag allemaal hadden? Wat? Pijn. Spierpijn. Sportschool of geen sportschool. We hadden echt spierpijn. En toen dacht ik, ja, maar dat is ook geestelijk zo. Je bevindt je op de Dode Zee, de laagste punt van je leven. En dan zeggen we, we gaan naar Jezus kijken, we gaan de berg op. En we gaan kijken, wat heeft hij voor mij gedaan? En hem daarin bedanken. Ja, dan ga je misschien de spierpijn wel voelen. En dan denk je, ja, ik ben er nog niet en ik heb nu al spierpijn. En dan wil je weer, de neiging om is om het om te stoppen, te zeggen, ja, het werkt toch niet, ik ben er nog niet. En ik zie het einde nog niet eens. En ik heb alleen maar spierpijn. Nou, je weet het voor een natuurlijke, doorgaan. Ook als je spierpijn hebt, doorgaan. Wat gebeurt er als je spierpijn hebt, denk ik altijd, jee, dan heb ik mijn spieren getraind. En je geloofsspieren moeten getraind worden. Die moet je gaan trainen. Dus je moet gewoon in dankbaarheid blijven gaan. Hier, ik zie het, even when I don't see it, you're working. Ja, dat is echt geloof, jongens. Dat is echt geloof. Want je ziet het niet, maar je gelooft het wel. Waarom? Het staat hier. Het staat echt in je Bijbel. En dan laatste tekst. 1 Petrus 1:3. We zijn God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Heel erg. Ja, jongens, kom op. We zijn hem heel erg dankbaar. Want omdat hij zo goed en liefdevol is, heeft hij nieuwe mensen van ons gemaakt. Zeg maar van mij. Hij heeft jou een nieuw mens gemaakt. We zijn opnieuw geboren. Dat heeft hij gedaan door Jezus Christus uit de dood terug te roepen en weer levend te maken. Daarom kunnen we vol hoop zijn. Levende hoop staat in een vertaling. Daarom hebben we hoop. Het is niet alleen ellende in zijn leven geweest. Daar heeft hij bewust gedaan voor jou, zodat jij niet met die ellende door moet gaan in je leven, maar omhoog kan komen op de berg. Zien, wat heb jij nou voor mij gedaan? Wat heeft u voor mij gedaan hier? Voor mijn situatie, u wilt niet dat ik daarin blijf hangen. U wilt dat ik hoger kom, zodat een uitstromende rivier kan komen uit mij. Maar het is niet daar geëindigd. Hij is nog opgestaan uit de dood. En dat is een bewijs van een hoop die wij voor altijd zullen hebben. Hij is voor altijd opgestaan. En ik heb het echt opgezocht voor jullie. Hij is er echt niet meer. Ik ben bij het graf geweest. Ik heb goed gekeken. Hij was er niet. Hij was opgestaan. Het eindigt niet in dood. Het eindigt in leven. Ook voor jou. De Dode Zee door een uitstromende rivier die gemaakt moet worden omdat die hoger komt, gaat weer levend krijgen in jouw leven. Staat eigenlijk in Ezekiel ook heel mooi, dat dezelfde Dode Zee tot leven komt. Echt heel mooi om te lezen. Voor jouw leven ook. We gaan nu avondmaal pakken en dat doen we op een hele bijzondere manier vandaag. En dat mag de video aan Tim. Pak het even erbij. Hi gemeente, hier ben ik weer, live vanuit Israël, vanuit Jeruzalem, bij het graftuin. En die heb ik echt voor jullie gecheckt. Het is leeg. Weet je wat dat betekent? Dat Jezus is opgestaan. En hij is niet zomaar opgestaan, maar jij bent met hem opgestaan in hetzelfde leven. Leven, geen dood meer. Terwijl hij opgestaan was, waren meerdere mensen met hem opgestaan. Dus eigenlijk wat we hier hebben gezien toen destijds, was eigenlijk geen dood meer, maar leven. Ook voor jouw leven. En dat mogen we nu gaan vieren samen met het avondmaal, met jullie, met elkaar. Het gebroken lichaam van Jezus en zijn bloed. Al die pijn die hij heeft geleid voor jou. Hij is opgegaan naar Jeruzalem. Uit de dood opgestaan. Ook zo voor jouw situatie.
met jou. Pak even het brood en die gaan we samen proclameren. Dat Jezus zijn dood, zijn suffering, zijn lijden is voor jou geweest. Alles wat dood is in jouw leven, wat laag is, wat aan de grond ligt in jouw leven, spreek ik nu leven uit. Zijn leven, zijn opgestaande leven spreek ik uit. In Jezus' naam. Geen depressie, geen pijn, geen lijden meer. In Jezus' naam. Zo mag je het ook nemen. En dank u, Jezus, dat het niet alleen maar uw lichaam was, maar uw bloed is ook gewoon weggegaan uit uw lijf. En dat betekent dat leven is uitgegaan, zodat ons leven weer terug kan komen in ons lijf. Hoe bijzonder. En als we dit samen gaan drinken, is zijn leven die vloeit door jouw lichaam heen. En als zijn leven door jouw lichaam heen vloeit, dan is het goddelijke leven. Proost. En ik zegen jou met een fantastische opstandingskracht in jouw leven, in jouw lijf en in jouw ziel. In Jezus' naam. The same power that conquered the grave lives in me. Heel overtuigd. The same power that conquered the grave lives in me. Ja, ik kan het niet voor jullie geloven. En je kan het voor jezelf geloven. Jongens, bevind je jezelf op een laag plek? Kom op naar Jeruzalem. Waar Jezus het heeft betaald voor jou. En uit de dood is opgestaan. Om jou met hem een nieuw leven te geven. En we gaan nu door met aanbidden. En ik wil jullie echt aanmoedigen, terwijl je aanbidt. Het is niet zomaar zingen, jongens. Je mag zien in je hoofd wat hij voor jou heeft gedaan. En zo jouw moment pakken met de Heer. In aanbidding. En vergeet je kaart niet. Als je nog niet hebt ingevuld. En dan gaan we straks daarover bidden.